zeer goedemorgen allemaal. We zijn we liggen al terug op ons matras. Het is eigenlijk wel een beetje een kampgevoel eigenlijk, op eerlijk te zijn. Want ja, ik kan niet in bed liggen voor mensen die dat gemist hebben. Mijn bed is gisteren kapot gegaan. Wordt zondag trouwens hersteld door Silke. Als het lukt. Maar ik heb er al vertrouwen in. Dus daarmee liggen we nu hier eigenlijk in bed. Die op de grond eigenlijk. Kun je stellen op de matras. Daarom. Dus kunnen we natuurlijk niks aan veranderen. Dus moeten we het pakken hoe het is. Het is natuurlijk wel een heel raar gevoel, maar het is wel gelukkig. Want er is het dik genoeg, dus het is niet dat je echt grond voelt. Dus dat is al een voordeel. Maar we hebben niet te klagen of te zagen, want jullie weten het wel. Mensen die dakloos zijn, hebben het erg aan hun been. Dus hoef ik nog niet te klagen. Ik kijk super hard uit eigenlijk naar de camping. Dat jullie ook weten met Elga, Meetap, Silke, Karin. Dus ik ben echt wel trots op eigenlijk. Ik ga een filmpje maken voor Karin, want Karin is vandaag jarig. Ik ben dat mijn spaghetti die ik online heb gezet. Op TikTok, die beelden kunnen jullie morgen zien. Heel vaak worden bekeken wordt eigenlijk. Wel omdat er heel veel kritiek op komt. Maar ik heb altijd zoiets van, laat me zeggen, spaghetti is lekker en iedereen maakt zijn spaghetti op zijn manier eigenlijk. En dus daarom. We gaan het bad vullen en dan gaan we daar lekker in zitten. Hier zitten ze, onze kwikjes. Goedemorgen, Muffin. En goedemorgen, Boepa. Ja mensen, het ziet er echt donker uit buiten, dus we gaan maar eens naar beneden en uitpad natuurlijk, want we zouden niet willen dat we worden, allee, door de bliksem zo dood gaan of zo, maar het is echt donker geworden, dus het is veel te gevaarlijk om nu in pad te zitten. Daarom heb ik besloten om nu uit pad te gaan. En dat hebben we ook gedaan nu, uit pad. Zo, we zijn nog eens buiten wandelen. Ik moet het even dicht doen. Niet zo heel lang. Maar er wordt er wel nat van. Zo. Zo, we nemen mee naar het grote paradijs. Hier buiten. Zo. Ja, we moeten dit doen. Het is echt wel. Als je ziet, dat ik heb de oogjes terug in. Ik had beter mijn koptelefoon opgezet, maar goed. Water. Zie je? Niet normaal. Het water die al eens stroomt. Dus het is echt veel water. Dus het is echt wel cool. We lopen nu in het bos. Oh, in het bos. Ach, in het park. Rond. Eigenlijk. Het is overal zijn veel plassen. Het is dan ook een hele dag aan het regenen. Dus
Welkom Annemarie. Hij is ondertussen live, ook op TikTok. Het is niet gemakkelijk te gaan live te gaan op TikTok. Hè. Zeker niet als het regent. Allee, is het omgezet. Ja, alles is oké, hè. Maar met gezin is alles oké. Het is allemaal goed. Ze hebben het brugje gemaakt, heb ik gezien. Kijk, ze hebben het brugje gemaakt, eindelijk. Al die tijd. Het ziet er echt zo uit, mensen. Het is echt een hippe. Meer normaal.